Hallo, in deze volgende video wil ik nu een trappenhuis tekenen, zoals ook in de opmerkingen is gevraagd. Ik heb nu de ongeveer afmetingen gekregen. Ik ga dit natuurlijk nu ook weer uit het hoofd proberen en gewoon weer proberen enkele commando's in te brengen hoe je iets zou kunnen doen. Daarom zou ik jullie ook graag willen vragen om de bel op mijn kanaal te activeren, zodat je sneller ziet wanneer er nieuwe video's worden geüpload. En natuurlijk is het ook voor YouTube erg belangrijk om veel abonnees te hebben. Daarom zou ik jullie willen vragen om de bel actief te maken. Dus, wat wil ik allemaal in de video proberen? Er werd steeds weer gevraagd om de structuur een beetje te tonen. 2001, hoe je dat goed structureert, hoe je dat opbouwt. En daar wil ik nu ook een beetje meer van laten zien. Misschien zelfs een beetje te intens, zodat je beter ziet wat je er allemaal mee kunt doen, hoe je het kunt opbouwen. En nu gewoon beginnen. In principe begin ik gewoon met een fundament. Dat betekent dat ik hier gewoon met een regelonderdeel zou beginnen. Ik kan deze regelcomponent hier gewoon de waarde geven. 500, dat zal beter passen. En ik geef er meteen een naam aan. En met de toets A kan ik dit bijvoorbeeld gelijk op het absolute nulpunt plaatsen. Dus dat betekent dat ik hier mijn eerste onderdeel heb. Dit kan ik natuurlijk met de rechtermuisknop meteen verplaatsen. En ik wil hier nog eens 150 toevoegen. Dat betekent dat de vloeropbouw 105 mm zal zijn. Dat betekent dat het eerste blok in principe goed zit. Ik heb hier natuurlijk de mogelijkheid om met de rechtermuisknop nieuwe bouwgroepen voor de structurering te nemen of dit ook in de lege constructie te doen. Wat ook belangrijk is, wat ik steeds weer wil zeggen, is hier deze zogenaamde gebruikersinterface aan te passen. Dat betekent dat ik hier bijvoorbeeld uit mijn commando's kan kiezen, bijvoorbeeld dat ik een nieuwe bouwgroep wil met een sneltoets. Dat wil zeggen, ik wil hier bijvoorbeeld de toets B hebben. Hier laat het me al zien, dat kan bij mij niet, omdat ik de toets B met een macro heb ingesteld. Voor mij is de toets B macro een nieuwe bouwgroep. Dat wil ik ook meteen laten zien. Dat betekent dat ik hier gewoon, als ik op de toets B druk, een nieuwe bouwgroep heb. En ik wil hier gewoon alles op het gebied van de bouw of beton samenvatten om gestructureerder te kunnen werken. Dus dat betekent dat ik dit gewoon per drag and drop heb toegevoegd. De ongeveer afmetingen zijn hier gewoon 3 bij 3 meter en de hoogte moet ongeveer 6 meter zijn. Dat betekent dat ik deze gewoon in die richting kopieer. Ik wil nu echter ook een andere opdracht gebruiken die misschien, ja, misschien een beetje overdreven is, maar dat je het toch ziet, is deze parametrische herhaling. Waarbij ik zeg dat ik hier een lineair patroon wil nemen in deze richting. Hier zie je ook al de preview. Hoe wil ik dat hebben? Ik wil een herhaling hebben en die moet op 3 meter zijn. Voor mij is het ook belangrijk om in de video's verschillende commando's te laten zien. Wat kan ik daarmee doen? Hier zijn natuurlijk de meest uiteenlopende opties, bijvoorbeeld wat niet te onderschatten is, tot referentie met maximale afstand tussen de onderdelen, zoals indelingen van 2001, dat is heel belangrijk, van staven en van alles mogelijk. Dus ik zou hier natuurlijk ook meteen een ander patroon in deze richting kunnen maken, waar ik ook een kopie van 3 meter maak. Je ziet hier meteen de preview. Ik zou natuurlijk ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld, ik heb hier een uitsparing dat bijvoorbeeld ook wegkomen moet. En kan natuurlijk hier dit weer verwijderen. Belangrijk is, hier kan ik een functie creëren. En met oké heb ik hier mijn 4 fundamenten gecreëerd. Wat hier het grote verschil is met de andere kopieerfuncties, is dat er nu een functie is op het bovenliggende deel die ik op elk moment weer kan veranderen. Maar dat wil ik niet, omdat het me toch goed uitkomt. Dus, omdat ik er nu mee bezig ben, geef ik deze onderdelen ook meteen een 2001 materiaal, zodat ik het daarna gewoon niet vergeet. Bitung beweert. Dus, dat betekent dat ik hier mijn fundamenten heb. Dus, wat ga ik hier doen? Dat betekent dat ik hier een trappenhuis wil maken. Dat betekent dat ik in principe ook gelijk een andere bouwgroep heb, waar ik mijn stalbouw zal inzetten. Dat betekent dat de structurering eigenlijk gebeurt zoals ik de onderdelen dan weet. In de staalconstructie ga ik nu als eerste mijn staanders plaatsen. Dat betekent dat ik natuurlijk ook weer mijn staanders nodig heb. Ik wil nu toch nog even onderbreken, zodat men het niet vergeet.
Ik zou natuurlijk op elk moment met de linkermuisknop deze structuur ook kunnen kopiëren. Dus kopiëren. Dat betekent hier wil ik het kopiëren laten staan en heb ik een andere kopie, deze functie of deze bouwgroep waar mijn steunen in komen. Dus verder heb ik dan ook zeker gelijk wat trappen nodig. Dus alles wat ik nu weet, als ik staanders heb en ik heb trappen, dat weet ik nu van de grond af. Dus ik zet hier meteen mijn bewerkingslaag op en wil gelijk mijn draagbalk installeren die ik hieruit mijn bibliotheek kies. Dus e-profile, ik neem gewoon HRA 200. Deze kan ik natuurlijk op elk moment ook nog wijzigen, waar ik dan verticaal op het bewerkingsvlak met een bepaalde lengte genereer. Dus dat betekent dat ik deze hier gewoon even hierop ga zetten. Dus ik zou weer meteen kunnen werken met wat ik hier zeg, bijvoorbeeld onderas. Maar zoals gezegd is het voor mij altijd belangrijk dat de mensen de onderdelen daar krijgen waar ze moeten zijn. Dus USANT, dat wil zeggen, ik sleep dit natuurlijk meteen erin en kan natuurlijk met de kopieerfuncties, verplaatsfuncties van alles werken. Dat wil zeggen, ik zal deze balk gewoon even in de aanzicht plaatsen of ik ga in de aanzicht en verschuif de balk naar de juiste plek. Dat wil zeggen, ik gebruik heel veel. Deze D verplaatsen over twee lijnen van de rand naar de rand. Dat zou nu 95 zijn en ik wil er nog 50 mm bij hebben. Dat betekent dat ik hier van hier op deze afstand 50 mm heb, zodat je de controle ziet. Bijf wil ik hier ook gelijk de afmetingen aangeven. Dus je ziet ook dat de maat weer relatief klein was. Dat betekent dat ik hier gewoon de hoofdschaling weer groter zal zetten op 20. Natuurlijk kan ik de onderdelen ook verder kopiëren. Dat betekent dat ik hier de mogelijkheid heb om weer met de normale kopieerfuncties te werken. Dus twee kopieën. Dat betekent dat ik het gewoon overal wil kopiëren. En als je bijvoorbeeld dit punt hier moeilijk kunt vinden, dan heb ik hier altijd de mogelijkheid om met de vergrootglas, dus met de toets F, in dit gebied in te zoomen en dit punt eventueel gemakkelijker te vinden. Zoals gezegd, als ik hier buiten blijf, vind ik dat natuurlijk eenvoudiger. Maar anderzijds om gewoon de commando's 2001 te tonen. Dus ik heb hier mijn vier staanders. Ik wissel niet van toezicht, omdat ik de achterste staanders alleen wil verplaatsen. Klik op de eerste staander, druk op de besturingstoets, klik op de tweede staander. En verplaats deze twee naar achteren met een afstand van 50 mm. Om het uit te leggen, heb ik deze rand, omdat ik dit profiel heb geselecteerd, deze rand is nu 266 mm van deze rand. Als ik nu op enter zou drukken, zou deze rand precies gelijk zijn met de andere. Als ik daar nu 50 invul, dan gaat 260 naar voren en daarna weer 50 terug. Dus de verschuiving zal dan 210 zijn en ik heb het op de juiste plek. Dus hiermee heb ik in principe mijn grenzen vastgesteld. En kan ik nu in principe met mijn trap beginnen? Nou, de trap wordt natuurlijk in het actieve coördinatensysteem geplaatst. In principe maakt het nu niet uit of ik het wereldcoördinatensysteem gebruik of het actieve coördinatensysteem laat. Ik ga naar de bouwkunde, functies en ga naar de trapconfigurator. Dus ik heb nu de mogelijkheid om over een schets te gaan die ik nu echter niet heb of zonder trapgat. Dat betekent dat ik de middelste muisknop indruk en in de trapconfigurator kom. Dus hier heb ik dan de mogelijkheden om mijn waarden in te voeren, dat wil zeggen de vloeropbouw. In te voeren die ik weet, de hoogte van de trap. Dat wil zeggen dat ik nu gewoon nogmaals 1600 laat de trap zijn. Als ik op een klik, dan zie je oké, bepaalde waarden passen hier bijvoorbeeld niet, de stapmaat is groter en ik kan gewoon zeggen dat hij het opnieuw moet berekenen en op mijn waarde moet brengen. We hebben hier natuurlijk ook de mogelijkheden om de zijkanten te kiezen. Welke zijkanten wil ik? Een U-vormige en gekantelde U-profiel. Hier zou ik natuurlijk ook naar 0,0 kunnen gaan. Nu zou er bij de installatie een foutmelding komen, maar die kan ik nu gewoon negeren als ik die niet nodig heb. Ik blijf echter bij mijn standaard profiel. Moeten de platforms? Moet er een U worden gecreëerd? Ja of nee? Ik wil hier een aansluiting maken bij het steunprofiel, dat zal ik dan handmatig maken. Dat wil zeggen, dat laat ik. Welke treden wil ik hebben? Dat betekent dat ik hier natuurlijk mijn treden kan aanvullen en ook nieuwe treden kan toevoegen. Dat betekent dat ik gewoon deze treden selecteer en een schroeftoewijzing wil hebben.
In principe zeg ik hier: oké, ik kom op elk moment weer in de dialoog terug. Dus dat betekent dat ik nu de preview van de trap zie. En ik zou nu kunnen zeggen, bijvoorbeeld: dit punt moet als voorbeeld hierheen komen. Dus ik wissel weer naar de bovenaanzicht. Ik kan natuurlijk ook met de verschillende weergaven werken, maar voor mij is dat nu misschien niet zo zinvol, omdat ik met deze bovenaanzichten gewoon sneller vooruit kom. Dus dat betekent dat ik nu zie waar ik mijn trap heb neergelegd en deze nu natuurlijk kan positioneren. Ik wil hier bijvoorbeeld van hier naar hier een bepaalde maat hebben, gewoon zodat je de controle ziet. Ik wil hier gewoon dat het een mooie maat is, laten we nu gewoon zeggen. 1200, dus 30 mm wil ik dat nu verplaatsen. Dat wil zeggen, ik klik hier met de linkermuisknop één keer rechts, twee keer rechts. Dan ben ik bij het segment en nu bij de trapopgang en kan ik deze verplaatsen. Dat betekent dat ik niet per se altijd naar de ICN hoef te gaan. Wat natuurlijk steeds moeilijker wordt naarmate er meer onderdelen binnen zijn. Dat wil zeggen, ik zeg hier gewoon dat ik nu 1150 als afstand wil hebben. Natuurlijk wil ik hetzelfde nog een keer. Dat wil zeggen, van hier naar hier wil ik gewoon 50 mm hebben. Dat betekent dat je ziet, het zijn eigenlijk altijd dezelfde functies. Wat nu nog eenvoudig is dat ik absoluut nog niet op de hoogte heb gelet. Wat ik in dit geval toch graag doe, omdat ik dit steeds weer nodig heb, is dat ik hier gewoon een regelgedeelte aanmaak. Dat bijvoorbeeld een hoogte van 0,1 mm heeft, en laten we zeggen dat het gewoon 3000 bij 3000 moet zijn. En dat is nu gewoon het meldniveau. Bijvoorbeeld, dus dat moet nu absoluut zijn. Nu moet ik oppassen, dat is me gisteren bij de video ook al overkomen, of eergisteren bij de video. Dat gaat natuurlijk op het actieve coördinatensysteem. Dat betekent dat ik hier op moet letten dat ik in het wereldcoördinatensysteem ben. Dus dat betekent dat ik hier gewoon een niveau voor mijn MRIS heb gecreëerd. Ik kan het nu, laten we het een beetje groter maken, 2035. Maakt niet uit zo. Dit niveau neem ik natuurlijk weer in mijn bouwpakket op. Ik heb hier natuurlijk de mogelijkheid om dit weer of dit transparant te maken. Dat wil zeggen, ik wil het transparant zien, zodat ik hier een beetje een verband heb en ik kopieer het toch gelijk naar 1000 omhoog, zodat ik ook gelijk mijn MRIS heb. Natuurlijk kan dit hier ook met andere kleuren. Laten we zeggen dat de vlakverf gewoon rood moet zijn. Dus dat betekent dat ik hier al een iets gemakkelijker verband mee zou hebben. Dus dat betekent dat ik naar de zijaanzicht ga, natuurlijk zie waar ik nu ben. En ik moet deze trap eigenlijk op de juiste hoogte brengen. Dat betekent eigenlijk dat er zoveel mogelijkheden zijn om de juiste hoogte te bepalen. Een manier zou zo eenvoudig zijn als het naar beneden duwen en dan bijvoorbeeld om deze waarde omhoog te duwen. Dat betekent dat ik nu eigenlijk op de juiste hoogte ben met mijn trap. Kun je alles in één stap doen, in twee stappen. Er zijn dus weer veel mogelijkheden om dit te doen. Dus voor mij is dat nu eerder bijzaak, omdat ik eigenlijk alleen maar de manier wil laten zien hoe ik dat nu zou kunnen opbouwen. Dus natuurlijk zal ik ook af en toe opslaan. Dat betekent in principe dat ik op elk moment weer in deze trapopgang kan komen, die ik hier gewoon even goed binnenhaal. En ook de waarde kan wijzigen, zoals het verschil, de onderloop van de snede, waarden, hoogtes, wat dan ook. En ik kan dit op elk moment wijzigen. Belangrijk is dat het momenteel altijd alleen voor één trap geldt. Dat betekent, als de trap in dit geval verder gaat, dat ik in principe deze trap naar boven moet kopiëren. Kijk, ik kopieer het gewoon even naar boven, gewoon zo. Bijvoorbeeld, ga weer de configurator in. En wissel hier even. Dus de manier van de in mijn trap met oké, als deze aanloop weer verandert, wordt het opnieuw berekend. 2001 en ik heb hier meteen mijn nieuwe trap. Ik zal deze natuurlijk in dit geval het eenvoudigst.
op de juiste hoogte brengen van hier naar hier. Natuurlijk echt, ja, die punten moeten natuurlijk juist zijn, U-cent. En er zijn natuurlijk weer veel manieren om dit te doen. Iedereen raakt een beetje gewend aan een bepaalde werkwijze. En dan moet ik ze natuurlijk nog 180 graden draaien. En ze moet ook nog verplaatst worden. Zo. Eenvoudig 150. Verschoven. Zo is het toch nog te weinig. Wat ik nu eigenlijk in de supervisie ga doen, om het gewoon even te definiëren. Dat betekent dat ik hier heb ik de 50 meter hetzelfde, hier ook ga doen. Dus. En 50. Zo. Dus heb ik deze trap nu op de juiste plek gezet. Natuurlijk kan ik hier weer werken met de aanloop, afloop, wat dan ook, door te verschuiven. Waar ik zeg, oké, van dit punt naar dat punt heb ik van mijn kant een bepaalde waarde nodig, de 1150. Dat past nu eigenlijk aan beide zijden. En ik heb hier deze opgang gecreëerd. Ik stel me voor dat het hier gewoon heel normaal binnenkomt. Dus nu heb ik hier natuurlijk nog meer. Dingen die ik nu gewoon handmatig moet aanmaken. Dat wil zeggen, ik kan hier bijvoorbeeld mijn vlak leggen. En zeggen dat ik dit profiel wil overnemen. En het moet van hier, dus even wachten, dat is natuurlijk. De verkeerde functie, ik moet natuurlijk over de schetsmaker gaan. Van hier naar hier. Ik bouw het alleen ongeveer in. De positie klopt in principe al. Ik kan nu nog zeggen, linksboven. Zo, en heb hier bijvoorbeeld mijn profiel ook meteen ingebouwd. Dus dit profiel moet natuurlijk ook worden meegenomen, hoe het vanuit de structuur komt, hoe het wordt aangesloten, hoe de opbouw is. Ik kan hier in principe gewoon zeggen, oké, ik wil hier met deze bouwfuncties werken en wil deze U aan de draagbalk aansluiten. Dat betekent dat het ook verlengd zal worden. Ik kan de waarden instellen, dat hebben we al gezien in de laatste video's. Dat betekent dat ik nu niet weet wat er is ingesteld van de laatste video. Misschien klinkt het een beetje dom. Maar ik ga hier gewoon ook laten zien, dat heb ik ook al gezegd. Ik wil laten zien hoe ik hier ook andere profielen kan inbouwen. Dat wil zeggen, ik ga gewoon hierheen en zou bijvoorbeeld naar een Haya kunnen overstappen. Wat misschien nu niet helemaal doelgericht is, maar zodat je het gewoon eens ziet. En je zou hier natuurlijk ook bijvoorbeeld de positie in de bovenaanzicht kunnen bekijken en deze in de positie naar het zijaanzicht weer op de juiste as kunnen brengen. Dat wil zeggen, ik ga hierheen, met H kan ik hulplijnen maken, waar ik zeg, oké, de lijn moet hier in het midden komen. En ik zet de loodlijn hierheen. Dat wil zeggen, ik zou deze draagbalk hier naar het midden kunnen brengen en zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, deze aansluiting moet nu ook bijgewerkt worden met de waarden. Je ziet hier dan ook meteen de andere aansluiting. Of het nu doelgericht is of niet, dat laten we in het midden. Misschien past het er nu visueel absoluut niet bij, maar dat is me nu ook volledig om het even. Voor mij gaat het natuurlijk alleen om de functies. Dus, waar moet ik nu op letten? Dat betekent, voor mij is dit, ik zal deze hier gewoon aansluiten. Dat betekent dat ik de volgende aansluiting kies. Dat betekent dat dit profiel hier aangesloten moet worden. Dit kan niet worden ingebouwd. Oké, dan doen we het nu gewoon helemaal handmatig. Dat betekent dat ik deze drager hier ga snijden. Kan natuurlijk hier heel normaal. Omdat dat toch gevraagd is, ook voor de schroefverbindingen. Daarom is het misschien ook passend. Hoe ik deze schroefverbinding van het ene profiel naar het andere krijg. Dus, en ik zet dit hier gewoon ook een tweede keer neer. Dat betekent dat er nu ook een cruciaal punt komt dat steeds weer is gevraagd. Eigenlijk heb ik hier per ongeluk deze achterste plaat bij deze plaat erbij. Deze moet echter naar deze plaat komen, naar deze drager. Dat betekent dat ik hier de structuur gewoon moet veranderen. Ik kan hier bijvoorbeeld gewoon eens met uitsnijden dan de bouwgroep selecteren. En hier zeg ik bijvoorbeeld invoegen.
zinvollerwijs, hoort dat dan ook bij mijn steunen? Dat wil zeggen, ik pas het meteen goed toe en heb hier bijvoorbeeld ook de juiste structuur klaar. Dus, nogmaals, waarom ik dit nu toch handmatig doe, omdat er ook gevraagd is hoe ik een schroefverbinding van de ene naar de andere kan krijgen, zonder deze steeds opnieuw te maken. Ik zie net dat het rooster me een beetje irriteert. Dat betekent dat ik hier, als ik op het rooster ga, bijvoorbeeld, ook de mogelijkheid heb om dit hier te veranderen. Dat wil zeggen, ik moet gewoon tot hier gaan en heb dit hier heel eenvoudig in de grafiek normaal aangepast. Het is nu misschien te weinig. Dat wil zeggen, ik ga weer terug, klik met de rechtermuisknop en zeg gewoon, oké, het punt moet hier komen en heb dan hier ook de lucht. Dus, dat wil zeggen, belangrijk is zo. Dus, ik snijd de profielen hier gewoon even aan deze rand. Moment, verkeerde rand, aansnijden, aan de rand. Dus deze rand wilde ik natuurlijk zo gelijk 10. Dus, dat betekent dat ik natuurlijk op elk moment ook met de hand erbij kom. Ik heb er natuurlijk 2 nodig. Dus, dat betekent weer dat ik dit, dit en dit plaat uitsnij. Dat moet bij deze bouwgroep horen. En zo kan ik hier ook met het actieve deel weergeven, alleen om te kijken hoe deze bouwgroep er nu uitziet om ook de controle uit te voeren. Dus ik doe het altijd meteen, want als ik het niet meteen doe, dan, ik ken mezelf, ik zou het zeker vergeten. Dus nu is er in principe deze schroefverbinding dialoog waar ik kan zeggen, oké, ik heb hier een schroefverbinding, de schroefverbindingen moeten exact worden weergegeven, de klemlengte moet worden berekend en het bewerkingsniveau moet worden opgevraagd. Met oké stel ik dan het vlak in. Ik wil hier mijn vlak hebben. Kies hier mijn schroefverbinding uit. Bijvoorbeeld, ja, laten we deze schroefverbinding doen. Ik wil de schroefverbindingen van dit plaat met een muisklik verder maken. Nu heb ik hier een schroef. Ik wil natuurlijk hier recht omhoog gaan. Laten we gewoon 2 schroeven maken. Dat wil zeggen, in de Y-richting wil ik er 1 hebben, in de X-richting wil ik er 2 hebben. Dus ik heb natuurlijk ook de mogelijkheid om het invoegpunt te definiëren. Dus dat is eerlijk gezegd eigenlijk niet altijd zo simpelweg zo eenvoudig. Ik heb het, zoals je ook kunt zien, zelf inderdaad erg moeilijk. Dus ik wil nu de schroefverbinding van boven naar beneden 50 mm hebben. Dat betekent dat ik nu relatief gesproken op enter druk. Nu vraagt Heike me of er een referentiepunt is. Ik zeg bijvoorbeeld dit punt en het moet op 50 omdat de as naar boven wijst. Dat wil zeggen 50 en de andere waarden blijven op de juiste plaats. In principe is het zo, ik kan hier zeggen bijvoorbeeld norm en afmeting. Als ik hier een ringetje 2001 erbij wil hebben, dat betekent dat ik de afmeting en de schroefverbinding alles kan veranderen. Ik zou nu ook de positie en het rooster kunnen veranderen. Dat betekent dat ik nu de waarde kan wijzigen. Maar ik heb hier ook de rechtermuisknop. Wat betekent dat ik hier ook kan zeggen om te draaien? Dat betekent nogmaals dat ik op de schroef ga, hier positie en raster zeg, rechtermuisklik en hier heb ik de mogelijkheid om de schroefverbinding om te draaien. Dit wordt ook altijd weer gevraagd. Dus dat betekent dat ik hier natuurlijk nog kan kijken waar de schroefverbinding hoort. Ik zal de structuur nu eventjes aan de achterste drager geven. Dat wil zeggen, ik zeg hier uitsnijden, kies de achterste drager en voeg dat in. Heeft nu structureel eigenlijk alleen voor mij invloed op het kopiëren. Ik heb het nu nogmaals opgeslagen. Wat ik nu namelijk wil, is deze schroefverbinding gewoon kopiëren. En dat zou ook een vraag zijn die mij is gesteld. Hoe kan ik deze schroefverbindingen kopiëren? Hoe zou je het kunnen doen? Welke mogelijkheden zijn er eenvoudig? Ik zeg hier gewoon rechtermuisklik, kies de optie. Dit moet ik hier via de bovenste functie gebruiken.
Dat betekent dat ik hier gewoon kopiëren zeg, kies hier een basispunt en kopieer het gewoon verder. Zo en ook nog hierheen. Dus, alleen door het kopiëren, is het zo dat deze schroefverbinding, die zie je ook bij de onderdelen, de schroefverbindingen zijn wel aanwezig. Dat wil zeggen dat ze stuklijstmatig correct zijn vastgelegd, maar deze schroeven hebben de platen geen boorgaten meegegeven. Dat wil zeggen, ik kan dit hier heel eenvoudig controleren, kan hier zeggen, toon me de toegewezen onderdelen en er zijn nul toegewezen onderdelen. Ik zou ook bij de schroefverbinding zelf de mogelijkheid hebben om te zeggen dat hij een onderdelencontrole voor me moet uitvoeren. Ik ga het gewoon doen en hij zegt bijvoorbeeld dat hier bij deze een onderdeel is toegevoegd. Ik kan zeggen dat alleen actieve onderdelen worden weergegeven, welke schroefverbindingen hier geen toewijzing hebben. Waarom ze geen toewijzing hebben, weet ik nu niet, maar het gaat me eigenlijk vooral om die. Dat betekent dat ik ze nu automatisch wil toewijzen. Dus dat betekent dat hij er drie aan mij heeft toegewezen. Je ziet hier ook meteen dat deze schroefverbindingen nu ook aan deze onderdelen zijn toegewezen. Voor de controle nogmaals, toegewezen onderdelen. En hij zegt, oké, deze twee onderdelen zijn toegewezen. En zo kan men deze schroefverbindingen in verdere zin ook relatief eenvoudig verder kopiëren. Dus, ik stoor me gewoon aan dit rooster. Dat betekent dat ik weer een glasweergave oproep, zeg hier, dit moet voor mij verplaatst worden. Dit punt moet meteen naar het volgende punt gaan. Dat betekent dat ik hier direct ook het andere rooster heb. De juiste maat. Dus, in principe zou hetzelfde hier ook gedaan moeten worden. Dat betekent dat ik hier gewoon in principe een vlak zou leggen, mijn profiel zou selecteren en dit hier zou bouwen. En zou nu ook de mogelijkheid hebben om de uiteinden te verwisselen, zodat het op het juiste niveau ligt of correct wordt weergegeven. En ik zou nu in principe gewoon even moeten nadenken, hoe wil ik deze flens bijvoorbeeld maken? Dat betekent dat deze flens momenteel op deze manier wordt geproduceerd. Ik wil nu gewoon even laten zien, als ik dit U-profiel aan deze flens toewijs, dat wil zeggen dat ik me dat ook heel vaak zo heb aangeleerd, dat ik het openklap, hier deze drager heb en weet, oké, die kan ik hierheen trekken. Waarom? Wat heb ik nu gedaan? Ik wil deze drager als één maken, dus samen lassen. Laten we gewoon de gisting zeggen, bijvoorbeeld. En dat moet nu in principe. Gewoon zo gedaan worden, natuurlijk. Wat ik nog niet heb opgemerkt, is dat ik hier een maat moet hebben. Dat wil zeggen, dat zal hier een beetje te weinig voor mij zijn. Ik kan het natuurlijk ook op elk moment met 150 bijvoorbeeld verschuiven. Dus bij deze drager ook opnieuw berekend. Je ziet hier ook dat ik in verdere zin eigenlijk relatief weinig met de configurator doe, omdat dit allemaal individuele zaken zijn die ik hier gewoon, laten we zeggen, moet inbouwen. Zak, hier. Verkeerde aansluiting. Dat was de lasverbinding. Maar ik kan hier bijvoorbeeld een las maken. Bijvoorbeeld, dit moet hier met een las worden gedaan. Dus ik ga gewoon even naar de preview, zodat ik zie wat er nu is ingesteld. Ja, ik zeg nu in principe, oké, aan beide zijden heb ik natuurlijk niet nodig. Ik wil alleen de lip aan de linkerkant hebben. En met oké laat ik gewoon deze waarden staan die hier zijn ingesteld. Dus je ziet, ik kan hier relatief eenvoudig individueel werken. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er? Als ik dit rooster genereer, dan doe ik het meestal zo dat ik als eerste zeg dat het rooster hier moet komen. En in de tweede stap moet hij bijvoorbeeld bij deze lengte met 5 mm worden aangepast. Dat betekent dat ik het meteen op de juiste maat heb gebracht. Dus, de volgende stap, dat wil zeggen, de volgende zou eigenlijk al de laatste stap zijn, zou dan het opbouwen van de leuning zijn. In principe 2001. Hoe zou ik dat nu daar doen? Ik ga nu een beetje spelen met het terrein. Dat betekent dat ik in de eerste stap
het terrein ga creëren waar ik zeg, oké, hier moet het beginnen en hier moet het verder gaan. In dit geval zeg ik toch dat het hier verder gaat, dan daar verder en hier verder. En in principe gaan we het daar toch eens proberen. Ik weet zelf nu niet wat ik daaruit ga halen. Dus dat betekent dat de learning configurator nu wordt gestart. De offset is in principe, die wordt, ik zal deze hier op 0 zetten. Dat betekent in het midden van alle profielen, als ik het nu zo wil hebben, bijvoorbeeld op verschillende afstanden, dan moet ik het in principe 1 voor 1 doen. Dan moet ik ze gewoon 1 voor 1 selecteren. Dat betekent dat ik de verschuiving toch zal laten staan. Dan ga ik nu de indeling van de posten bekijken. Dat wil zeggen, aan het einde kan ik natuurlijk een punt aangeven. Ik weet het nu niet, maar ik kan hier ook met waarden werken. Dat betekent dat er aan het einde bijvoorbeeld 1 in midden moet zijn. Komen was er hier bijvoorbeeld al niet laat. Zo. Je ziet hier bijvoorbeeld waar ik dan zou zijn. Ik heb hier dan bij de overgangspaal ook nog een afstand. Dat wil zeggen, hier kan ik relatief snel met mijn waarde, zeg ik nu maar, spelen. Kom ik daar op een M beneden? Waarschijnlijk kom ik dan beneden als ik een overgangspaal zet, zodat het er ook een beetje beter uitziet. Dus ik kan hier natuurlijk de maximale afstand definiëren. Ik heb hier natuurlijk ook de mogelijkheid om de palen individueel te verplaatsen. Dat betekent dat ik niet altijd alles gelijk hoef te hebben. En ik kom hier gewoon relatief snel bij het doel. Aan het begin vraag ik me toch af welke paal ik wil hebben. Dat betekent dat ik hier gewoon een ronde buis neem. Welke leuning? Ik zal de vulling nu toch op knielijsten plaatsen. Gewoon omdat het nu de eerste keer sneller gaat. Ik wil geen voetlijsten hebben. De paal onder constructie past toch. Ik wil bovenop gebouwd zijn. De paalleuning. Moet de verbinding met de doorn en leuning hebben. We hebben geen staand huis nodig. Ik zeg gewoon oké. En hier heb ik in principe mijn eerste leuning na de berekening. Dat betekent dat hij daar natuurlijk een beetje tijd voor nodig heeft. Dus dat betekent, Heikat heeft hier deze leuning voor mij opgebouwd. Je ziet natuurlijk de overgangspalen, die worden hier zo gemaakt. En ik kan dit natuurlijk hier, of respectievelijk, moet ik dit hier natuurlijk via deze leuningconfigurator doen, of moet ik hier gewoon even iets veranderen? 2001. Dat wil zeggen, ik wil hier bij de paalverdeling toch een overgangspaal, die wil ik nu weg hebben. Dus... en we hebben het, en als we het hebben, willen we het eigenlijk niet hebben. Maar als we het niet hebben, willen we het wel. Dat betekent dat we hier op een gegeven moment natuurlijk 100 moeten hebben. Dat we dat nu natuurlijk hebben. Dus in principe moet ik heel eerlijk zeggen dat ik deze rand... dit profiel hier gewoon niet had gekozen. Ik had het echt individueel erbij gebouwd, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat nu helaas niet mogelijk is, ik kan het niet uit de selectie verwijderen. Dat gaat gewoon helaas niet. Maar in principe, wat ik daar zou doen, is de leuning in dit geval gewoon nog een keer verwijderen. En dit profiel gewoon, ja, zoals ze zeggen, weglaten. Zodat de berekening kan doorgaan. Dus dat betekent dat 2001 in principe deze paal eigenlijk voor niets zou zijn. Dus in dit geval, zoals het nu is, zou ik dat echt nog een keer weglaten. Het is echter in principe ook goed om te weten dat je dit gewoon niet uit de selectie kunt krijgen. Natuurlijk kan ik op elk moment hier de paal verwijderen, maar nu, helemaal aan het begin, is het vaak zo dat ik gewoon moet zeggen dat ik nog veel wijzigingen heb. En nu wil ik nog niets verwijderen. Als ik een deel verwijder, dan is de leuning gewoon kapot. Zodra een deel is verwijderd, is het kapot. Ik heb hier nog een favoriet opgeslagen. Dat betekent
dat ik deze leuning nu gewoon nogmaals wil verwijderen. Zullen we het gewoon verwijderen? En de laatste, laat ik hier gewoon weg. Dat betekent dat ik het echt hier gewoon nogmaals nieuw maak. Speciaal in dit geval. Zo kom ik er nu helemaal niet meer in. Ik moet eerst de waarde bij de paalverdeling aanpassen. Favoriet. Opslaan. Ik overschrijf dat even. Zeg annuleren. De vraag is echter nu, door het annuleren, kan het natuurlijk zijn dat de dialoog niet is opgeslagen. Ja, dat is het niet. Ik moet het eigenlijk een keer inbouwen. De laatste waarden blijven in de dialoog. Dus ik zeg gewoon dat hij het me tijdelijk moet inbouwen, zodat het in de dialoog blijft. En nu kan ik ook met de andere waarden erbij komen. Dat gebeurt helaas gewoon, maar dan zie je tenminste dat het live is. De laatste instellingen zijn zo en zo daar, en zo zou ik in principe de leuning opgebouwd hebben. En natuurlijk zijn er al heel veel dingen die steeds weer moeten worden aangepast. Dus dat betekent dat ik hier mijn leuning heb, en in het midden zou het natuurlijk hetzelfde zijn. Dan zou het zo zijn dat ik dat opnieuw moet doen. Dus in principe zou het zo zijn met een paar commando's. Hoe zou je de aansluitingen maken, de verlengingen maken? Ja, dat zou gewoon een punt zijn hoe je zoiets zou kunnen creëren met de meest uiteenlopende commando's. Er zijn natuurlijk weer mogelijkheden in alle richtingen om de commando's te gebruiken. En zoals gezegd, ik heb me bepaalde dingen aangeleerd en zoals ik ook in de opmerkingen heb gelezen, zijn er echt zoveel commando's die je hier kunt gebruiken. Ik wil jullie toch nogmaals hartelijk bedanken voor de feedback. En ik zou me ook verheugen op veel abonnees. Dus vergeet niet om op de bel te drukken. Hartelijk dank.